Goedendag, mijn naam is A. Vandaag kijken we naar een eigenlijk 10. 2 plus i maal z plus i zet met i. Wat is de modus van z? Modus betekent altijd wortel a kwadraat plus b kwadraat. Als u z geschreven wordt als a plus pi. Dus z gaan we weer schrijven in de vorm van a plus pi. Dus gaan we gewoon die verrekking op akers uitwerken. 2 maal z wordt 2z. 2 maal i wordt 2i dan. I maal z is gewoon i maal z. Of z maal i. En i kwadraat wordt hier min 1. We hebben hier een complex vlak, dus i kwadraat is min 1. Is gelijk aan z min 1. Dan merk je aan beide kanten heb je een 1, die valt weg. Breng je z naar de linkerkant, krijg je 2z min z wordt z. Z plus 2i plus zi is 0. We zoeken een oplossing naar z, dat betekent dat we gaan z afzonderen. Dus je kunt z buiten brengen, krijg je z 1 plus i. Dus z 1 plus i, dat wel min moet 1 plus i zijn, is dus min 2i. Ja, dat moet 1 plus i worden. Ja, dat is hier 1 plus i, ja. Dan breng je 1 plus i aan de andere kant, krijg je z is min 2i, zet er 1 plus i. Hoe merk je die noemer weg? Wel door complex toevoegen, maal 1 min i. Zo merk je de noemer weg uit, met een complex getal. Dan krijg je een teller, 1 maal 2 is min 2i, plus 2i kwadraat. Plus 2i kwadraat, gedeeld door hier 1 plus 1, zal 2 worden. Dan krijg je dus hier, 1 plus 1 is 2, dan heb je over min 2i, dit wordt min 2, gedeeld door 2. Ja. Dan kun je het uitwerken en dan heb je over min 1 min i. 2 valt weg en dan draai je om, krijg je min 1 i. Dat betekent dat je modulus, wortel a kwadraat plus b kwadraat, wordt dan wortel 1 plus 1 kwadraat plus 1 kwadraat in feite. Geef je samen wortel 2, wat antwoord b is wortel 2. Dankjewel, bye bye.